Heb je hier straks nog een dijkje, dan kan helemaal rondlopen. Kijk, hij zit er weer. Ken je deze? Het is het is helemaal geen zeldzame plant hoor. Maar dan moet je maar even aan ruiken, kijken hoe je het herkent. Niet alleen koudjes, maar je hoort ook kraaien op de achtergrond. Dit is een beddetector, een vleermuisdetector. We zijn nu bij het Ruigeplaatbos. En je zult zien dat het een heel bijzondere plek is in het havengebied. Ja, hier zie je een beetje allemaal hetzelfde. Weinig begroeiing op de grond. Ja, zo meteen lopen we er gewoon langs en dan kun je ze nog wat beter bekijken. Dan kun je misschien het kalfje zien. Nou, welkom op het eiland van Brienenoord. Mijn naam is Joost Kruffen, ik werk voor ARK Natuurontwikkeling. Heel snel graven ze zich meteen in. En zie je zitten alleen nog maar de oogjes die zitten boven. Kijk, je denkt dat het een dood stuk hout is, maar je kunt ook pissen, bedden, duizendpoten. Die leven hier gewoon.